Het seizoen van FC Groningen is weer begonnen. Na een welverdiende vakantie rolde de bal voor spelers en technische staf weer voor de eerste keer. In het vertrouwde Oosterpark zagen de fanatiekste fans vooral veel bekende gezichten. Ook dat van Antoine van der Linden en Mark-Jan Vlederes, voor wie wel serieuze belangstelling is vanuit Portugal en Spanje. Voorlopig ballen ze nog gewoon in Groningen en zo konden ze ook de nieuwelingen Cookie en Lovre leren kennen. Trainer Ron Jans zag het allemaal vanaf de zijlijn aan. Het was niet makkelijk, hè. De eerste training en het is een graadje of 30. Maar dat is gewoon prima. Waar je meer ook op let van de jonge jongens, lopen die mee in de groep? Wordt er mee gesproken? Hebben we gevraagd aan hen hoe hun eerste ervaring was? En dat zijn ook dingen waar je op let. En je let natuurlijk ook op de uitvoering van de oefeningen. In de verzengende hitte werd er toch nog hard gewerkt. En dat moet ook wel, want het succes van vorig jaar moet natuurlijk geen toeval blijken te zijn. Men zegt, het kan alleen maar minder dit jaar. Nou, kijk, als de mensen, als wij dit jaar, ik noem maar wat, achtste zouden worden en de mensen zouden ontevreden zijn, dan zou ik ze adviseren om eens een keer bij de psychiater langs te gaan. Want we hebben vorig jaar een extreem goed seizoen gehad. En we waren zelfs heel dicht bij voorronde Champions League voetbal. En dat streven om het weer goed te doen en net zo goed te doen of dan beter te doen, dat hebben we wel. Alleen je moet heel reëel zijn. Er is ontzettend veel concurrentie van andere clubs. Maar wat iedereen van ons wel mag verwachten is dat, en dat is, vind ik alleen maar een uitdaging, om dit seizoen te bewijzen dat je bij de clubs hoort die meedoen in de strijd om de play-offs voor Europees voetbal. Dus de plaatsen 6 tot en met 9. En ik denk dat dat een reële doelstelling is en daar gaan we voor. Nuchter en realistisch, dat is Ron Jans. Ook de FC-fans zullen dat waarschijnlijk zijn, want het blijven natuurlijk Noorderlingen. Hoe dan ook, Jans is zoals altijd positief en opgewekt. Hoe voelt het om hier weer te staan? Ja, heerlijk. Het vertrouwde Oosterpark. We kunnen hier nog een paar maanden trainen. Dan gaan we trainen bij de Euroborg. Het gras is groen en je ruikt het gewoon en het is gewoon heerlijk. En de bal rolt weer. Ja, die rolt zeker.